hangen. Eerst even de handjes wassen. Eerst even lekker de handjes wassen. Ja, Tom, je weet het, hè. Overal waar we zijn, als eerste even de handjes wassen. Moet je kijken. Zet er een knie op of... Kijk eens. Een sensortje. Lekker soepel, lekker soepel. Nou, het wordt lang de handjes wassen. Ah, hier. Verdorie. Ja. Nee. Dat is lekker handig dit. Goedemorgen. Ja, daar zijn we weer. Welkom kijkers. Vandaag zitten we in het altijd schone Urk. Ja, het befaamde Urk, maar ook het hele mooie Urk. We zijn hier bij de familie Kofferman. En we hebben gelijk een primeur te pakken. We zijn net binnen. Ik ben net de saloon ingewandeld. Ze hebben nog van die authentieke houten klapdeurtjes hier. Dus je voelt je een beetje in het Wilde Westen. En kijk, hier, die schitterende kistjes. Met echte wilde zalm. En ik heb hier René, een van de verkopers van de familie Kofferman. En die vertelde me net dat het de beste zalm ter wereld is. Dus René, kun jij ons meenemen in de beste zalm ter wereld? Nou ja, goed, dit is geen wilde zalm, het is een semi-wild zalm. Hij wordt dus gekweekt in Schotland, Noord-Schotland, door een uniek bedrijf die alles ook handfeeding. Okay. Ze gebruiken geen antibiotica, het is 100% organisch alles wat ze doen, 100% biologisch verantwoord, op alle manieren. Nee, je gaf net mij aan, ik vond het al fantastische houten kistjes, maar dat je zei van... Het is de beste zalm ter wereld, maar is dat kwalitatief qua smaak ook? Is dat hetgene wat hem de beste zalm maakt? Okay. Loopje heeft dus een onderzoek gedaan vorig jaar. Alle zalmen die er zijn, dus de wilde, de kweek, de semi-wild, al die zalmen naast elkaar gelegd. En daar is Westeros het beste uitgekomen. Smaak, texture en nog iets zo. Okay. In de productie, we zijn bij... de familie Kofferman en ze blijken de grootste specialisten zijn in snoepbars. We hebben natuurlijk net. En waarom moeten wij, moeten onze chefs, waarom moeten die meer aan de snoepbars gaan? Vertel eens, wat maakt snoepbars zo heerlijk? Snoepbars is dagvers. Dat is gewoon elke dag kun je versen kopen. Ja. Ze zijn super stijf. Verser is er niet aan vis. Okay. Zit die onder stuifsel of is die zo stijf? Dit is gewoon. Lijkt stijf. Formidabel. Maar dat komt door het weer. Nu is het weer vanzelf een paar graden. Ja. Dus die snoepwagen zijn super vers. Okay. Zomers, als er 30 graden bij zijn, dan gaat het snel achteruit de snoepwagens. Want hoe komt dat? Ja, dan is het water, is dan 10, 15 graden. Ja. Nu is het water. Ja. Dus hoe koud het water, hoe beter het voor de vis is? Hoe beter het voor de snoepwagen is. Okay. Zomers zijn de kieuwen, nu zie je het hier. De kieuwen zijn donkerrood. Kijk eens even hoe mooi rood die kieuwen zijn. Maar zomers, met warme weer, zijn ze na een dag wel bruin. Duidelijk. En dan zijn ze niet meer goed voor de eeuw, dus we moeten in de productie. Overkwam me net iets speciaals. Ik kwam binnen en ik kwam Hendrik tegen. Hendrik is overigens de zoon van Lucas. Dus ja, allemaal hele mooie voornamen hebben ze hier. Hendrik, Jacob, Lucas, volgens mij echte vissersnamen. Maar Hendrik, ik kwam binnen en ik denk, Hendrik, die hebt vergeten de kerstboom af te tuigen. Die heeft nog de bal in zijn oor hangen. Maar goed, dat blijkt toch een heel ritueel te zijn hier in Urk. Want het gebeurt eigenlijk alleen maar in Urk. Want jij bent er trots op en volgens mij mag je er ook heel trots op zijn. Wat betekenen die oorbellen voor jou? Oh, het is meer een traditioneel iets. Als je echt terug gaat naar het verleden... Ja, iedereen vist van oudsher op Urk, zeg maar. Okay. En dat was de... Moest jij vissen van je vader of wilde jij vissen? Ik wilde van vader, maar als ik over 100 jaar terug praat, dat was de nummer 1 inkomstenbron op Urk. Of in ieder geval de manier om aan eten om geld te verdienen. Ja. En als je dan op zee overboord sloeg en je spoelde ergens aan. We zijn natuurlijk in een erg christelijk dorp. En, als je christen bent, wil je ook begraven worden. En de oorbel diende om voor de mensen waar ze aanspoelden en de mensen die ze daar vonden, die kon dan in de
de oorbel van de begrafenis kon hij betalen met het goud van de oorring. Ah, oké, dat is wel heel... Ja, vroeger waren het alleen twee gouden ringetjes, ja. Om puur voor dat te kunnen doen. Ja, nu is het steeds mooier geworden en ja,